Nee, op het moment dat je geweld gebruikt, dan ben je voor mij je recht kwijt. Weet je, je hoeft geen complete stad te slopen omdat je aan demonstreren bent, dat je bankjes en ruiten in gaat gooien. Dat zet je eigenlijk meer naast je punt neer dan als je juist je punt maakt. Ik vind het niet goed als je geweld gebruikt om te demonstreren. Wat je kan met alleen praten, kan je ook je punt bereiken. Het is best wel moeilijk hoor, want iedereen heeft recht om te demonstreren, maar... Ja, je hebt er altijd mensen tussen die dan geweld gebruiken. Ik kan wel begrijpen dat je gefrustreerd wordt, maar ja, om geweld te gebruiken is gewoon niet goed. Als je je punt wil aangeven, dan is het gewoon handig om gewoon normaal te blijven. Geweld hoort er niet bij, nergens. Nee, gewoon vreedzaam demonstreren. Dat is de beste oplossing, denk ik. Gewoon normaal houden en gezellig houden. En dan kan je laten zien wat je punt is. Die mensen hebben er recht op om te demonstreren, dat mag. En dan kijken die politie kan aanvallen, alles... Die demonstreert de mensen die de vinyl kapot maken, dit en dat, en geweld gebruiken. En dan de politie moet gaan tussenkomen natuurlijk. Hier in Nederland hebben we heel veel rechten, dat weten we. Heb je nog niet het recht om dan een politieagent of iemand anders dan zomaar te gaan lopen jammen of lopen slaan?